En de Backlot heeft vandaag een persconferentie belegd over 6 documentaires die in première gaan. De films zijn gemaakt door beginnende Surinaamse regisseurs. Ze zijn in een traject van 3 jaar individueel begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan, het filmen van hun verhaal en het monteren hiervan. De documentaires leveren volgens de Backlot een mooie inkijk in het Suriname van nu. Eddie Wijngaarde, manager van de Backlot, prees de moed van de deelnemers om zich op te geven voor dit project dat in 2015 is gestart. 8 voor 40 is een kapstok waarin we dit project hebben opgehangen en heeft alleen maar te maken met het feit dat in 2015 Suriname 40 jaar onafhankelijk was. En toen bedacht ik het idee om voor elke bigiari van Suriname een documentaire te maken. Dus de verbintenis heeft te maken met 40 jaar onafhankelijkheid en 8 bigiaris die we alsnog vieren met een mooie documentaire. Daarvoor hebben we een project uitgeschreven waar 29 mensen op geschreven hebben. Een voorstel hebben ingediend. Het voorstel is uiteindelijk uitgebond in 8 geselecteerden. We hadden daar een selectiecommissie voor. En in de selectiecommissie zat Shada Ganga, Nita Ramcharan, Sintje McLeod, Henna Drijber en de directeur van de Nederlandse Filmacademie. De Nederlandse Filmacademie heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van het projectplan. We hebben heel duidelijk gemaakt dat we, als je documentaire goed wil opzetten, het nodig is om een hele goede voorbereiding te hebben en je echt verdiepen in het onderwerp wat je wilt gaan verfilmen. De coaches bij de ontwikkeling van de projectplannen kwamen van de Nederlandse Filmacademie. Het project had als doel de filmsector in Suriname meer body en structuur te geven. Tijdens de persconferentie waren er enkele van de documentairemakers aanwezig die een korte toelichting gaven over hun documentaire. De situatie ligt daar dat er de jongeren, zoals u ziet, die spelen de Kasekojazz. Maar ze denken dat ze de Kasekojazz spelen. Er is altijd een discussie geweest tussen oud en jong over de muziek. En dat hebben we proberen te verwoorden in de documentaire. Wat is onze Kasekojazz? Het is afgeleid van onze Kasepo. Maar wat kunnen we ermee? Is het een exportproduct? Wat moeten we ermee doen? En door jong en oud in een documentaire te brengen, heb ik dus geprobeerd om het verhaal te laten vertellen over de toekomst van de Kasekojazz. Mijn naam is Kenzie Cairo. Ik ben van beroep taaltechnicus, directeur-eigenaar van Dental Lab Kabeti, waar we de kunst met de gouden kunnen maken. Ik ben, hoe zal ik zeggen, met de harde idee. Ik was al bezig met de camera. Beelden vast te leggen en dacht dat ik mooi. Op een gegeven moment is het gekomen dat ik via de Backlot gelegenheid heb gehad om documentaire film te leren maken. En het is na 3 jaar gelukt. Ik heb een documentaire in elkaar gezet dat die heet The Hidden World. Dat vertelt het verhaal over mijn hoofdrol, die is papa Amoxi, een oudere Maron. Ik ben zelf Maron en van daaruit de cultuur wil ik een beetje belichten. En hij is lijkenwachter en die tradities dreigen van door te gaan. En dat is het zeker. En dat heb ik proberen aan te geven in de film. De kloof tussen de jongeren nu en de oudere kennis die er is. En men heeft meer tijd voor een iPhone en een iPad. En laat eigenlijk de kostbaar liggen. Mijn documentaire is Iron Village en gaat voornamelijk op de inheemse gemeenschap. Ik heb gekozen voor dit verhaal omdat ik zelf van inheemse komaf ben en heel graag wilde dat ik een voorbeeld kan wezen van hoe ik wil dat mijn inheemse broeders en zusters veel meer op de voorgrond treden. Het verhaal gaat uiteindelijk over een vrouwelijke inheemse kapitein. En uitdagingen die gepaard gaan met haar functie en hoe zij daarmee omgaat, hoe ze haar dorpsbewoners probeert te motiveren om zelf meer te ondernemen. Nou, ik vond het een enorme uitdaging om nu een keertje een verhaal in beeld te vangen. Dat is een heel andere techniek, ook iets dat je doet met een team.
En ja, beeldmateriaal spreekt de jeugd aan met name. Dus ik vond dat een uitdaging die ik niet kon laten liggen. En dan het onderwerp. Ja, Watsi is een ongelooflijk sympathieke jongen die ik in het binnenland heb leren kennen. En ik vind hem vreselijk bijzonder omdat hij eigenlijk tegen de stroom inzwemt. Hij heeft besloten, ik heb in de stad niet heel veel kansen. Ik ga terug naar mijn eigen dorp en met het beetje dat ik in de stad heb geleerd, ga ik daar gewoon een toekomst opbouwen. Dat was Tessa Leusja over haar documentaire Frits de Gids. De overige documentaires zijn Je kan toch lezen van Ananta Kimraj en The Sea Washes Over Me van Nancy Derandami. Alle beginnende regisseurs waren vol lof over het project en het trainingstraject dat zij achter de rug hebben. De 6 documentaires gaan binnenkort in première. De persconferentie is gehouden in de hal aan de Grote Kombeweg.